ik ben echt opgegroeid in de buitenlucht. Ik ben graag in de natuur en dus ook graag in de Maashorst. Al is het om de hond uit te laten, om hard te lopen, om te fietsen. Het is echt een plek waar je de rust kunt vinden en tot jezelf kunt komen. Als je hier in de Maashorst bent, dan voel je echt dat je leeft. Dat je in de buitenlucht bent en dat je deel uitmaakt van de aarde, om het zo maar te zeggen. Het is heel uniek om zo'n mooi natuurgebied in Brabant te hebben. We zijn het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant. Hier wil je voor zorgen dat dit blijft bestaan en dat dit groeit en dat dit mooier wordt. Het is ontzettend belangrijk dat we dat ook doen in een balans, samen met ondernemers. Dat betekent dat we na moeten denken over wat voor impact ons gedrag heeft op onze omgeving. En dat we daar dus in duurzaamheid, in ons natuurgebruik, maar ook op het gebied van toerisme en recreatie, wat doen we in onze omgeving, dat dat een mooie balans heeft. Ik denk echt dat ik in mijn portefeuille als duurzaamheid alles met groen en alles met toerisme en recreatie ervoor kan zorgen dat we echt een omgeving in beweging hebben. Een van de speerpunten voor de komende jaren is dat we ook dat groen echt in onze dorpen gaan voelen. Kun je denken aan onze gebouwen, groene daken, gevelgroen, maar ook meer beplanting, zodat we klimaatbestendige omgeving hebben. Ik ben sociaal werker geweest. Ik ben altijd iemand geweest die met mensen werkt. Dat geeft voor mij ook de meeste voldoening. Het geeft mij ook de meeste voldoening om echt samen dingen aan te pakken. Want wij kunnen als gemeente, en ik kan als wethouder wel gaan zeggen, je moet het zus of je moet het zo doen. We zullen allemaal een steentje bij moeten dragen om die wereld ook mooier te maken en om ook in ieder geval zo te behouden zoals we hem hebben. Dus samen zo'n uitdaging aan te durven gaan en dan ook samen het gevoel te hebben van yes, dit hebben we gedaan. Zodat we de aarde ook achter kunnen laten voor onze komende generaties.